Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag gaan we iets heel erg leuks maken. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je te hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. We gaan vandaag aan de slag met deze vaas. Je kan hem ook gebruiken als terrarium, dus dat je de plantjes in doet. En het leuke is, er zit zelfs verlichting bij in. Er zit drie keer AA batterijen in, drie keer AAA. Dus dan kan je eventueel ook het lampje erbij aandoen. Je kan dus hier onderin plantjes doen. Zou kunnen. Maar wij gaan het iets anders doen. We gaan namelijk de vaas boven hier opzetten. Dan komt het licht van onder. Wat een heel leuk effect geeft. En wij gaan hierin mooie bloemen in verwerken. We gaan het met luxe bloemen doen. Even iets aparter. En we gaan ook verse snijbloemen aan toevoegen. Tenminste, die optie is er. Dus ik zou zeggen, laten we gauw beginnen. Het is geen moeilijke video, maar je gaat wel met een heel luxe bloemstuk hebben aan het eind. Dus we beginnen gauw. Ik heb hier hele mooie orchideeën en dit zijn heel mooi kort op steel. Dat vind ik zelf echt prachtig. Je ziet ze vaak heel erg lang, maar die korte soortjes vind ik zelf heel erg mooi. Allereerst werken we hier even wat mos omheen, zodat je er vanaf de binnenkant, dat het in ieder geval mooi wegwerkt. Ik doe hier dus wat mos omheen. Ik wikkel dat gewoon om het potje. Laat de orchidee gewoon in het potje zelf zitten. En dan zet ik de mos eventjes vast met wat touw. Ik doe het echt alleen aan de zijkant. De onderkant is niet nodig. Dan plaats ik deze in de vaas. Door de mos kan het zijn dat je een beetje aan moet drukken. Dat zit mooi weggewerkt. Dan gaan we wat bloemetjes toevoegen. En dit doen we door middel van deze leuke bolvaasjes. Die leg ik er eigenlijk gewoon bij op. Let op dat je de bloem niet kapot maakt of breekt. En door dat glas, met dat glas krijg je daardoor heel erg leuk diepte in je vaas. Dus het geeft een heel leuk effect. Hier voeg ik ook eventjes wat water in toe, zodat we daar bloemen kunnen toevoegen. En afhankelijk van hoe jouw orchidee staat, hoe de takje staat, kan je gewoon kijken waar jouw bolletje mooi in staat. Je kan de bloemen er kort in verwerken in de vaasjes of het langer. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Wat ook leuk is, is omdat er wel een hengsel aan zit om bloemen te buigen. Bij een kala kan je heel voorzichtig het buitenste vliesje afhalen. Dan wordt de kala iets buigzamer. Dus dan kun je net iets makkelijker buigen. Doe dit wel voorzichtig. Zoals je ziet doet hij dat dan ook al een beetje. En dan kan je hem heel mooi aan het handvat verwerken. En dan krijg je een heel speels effect. En het leuke is natuurlijk dat je met die vaasjes echt een lang houdbaar stuk hebt. Want je kan gewoon elke keer de bloemetjes even vervangen. En zo verdeel je het naar eigen wens in het stuk. Je kan het ook simpel houden door er bijvoorbeeld een paar gerbraadjes in te doen. Maar zo kan je elke keer het stuk heel leuk weer opfrissen. Dus dan kan je van één bloemstuk kan je elke keer een heel
ja, ander bloemstuk maken. Ik doe er aan de andere kant ook nog even een kala bij. Dat vind ik wel een heel mooi effect geven. Ze zijn ook heel mooi bijvoorbeeld in het roze of in het paars of in het wit. Je kan ze in heel verschillende kleuren krijgen. En echt alleen het buitenste velletje. En dan kun je eigenlijk al gelijk voelen en zien wat je doet. Dat doe ik dan even in het andere vaasje. En die buig ik dan ook. En kijk wat apart dit dan wordt. En deze zet ik ook gewoon eventjes vast met een touwtje. Kijk hoe mooi dit dan staat. Dan heb je echt een heel apart stuk. Dat glas brengt diepte in het stuk. Je kan natuurlijk elke kleur zelf toevoegen aan wat je zelf wil. Ik vind het nog wel even mooi om nog eventjes wat kleur erbij toe te voegen. Omdat die kala's zijn mooi paars en roze van kleur. Om dat nog eventjes bovenin ook nog extra aan te brengen. Ik gebruik hiervoor wat limonium en wat duizend schoon. Een heel klein zakje, heel subtiel. Dan doe ik hetzelfde met wat berengras, wat ik ook met de kala's heb gedaan. Dus ik stop dat erbij tussen. Ik stop 3 steeltjes bij elkaar. En daarin maak ik het vlechtwerk. Vind je vlechtwerk nou moeilijk? Dan kan je het ook gewoon zo bevestigen. Maar mocht je het wel leuk vinden om te vlechten, kan je gewoon met de berengras wat vlechten. En het uiteinde maak je weer vast door middel van een touwtje. Het overige van de berengras snij ik even af. En dan hebben we echt een prachtig bloemstuk. Kijk dat lijnenspel door de kala's, het berengras, maar ook de diepte van het glas wat je op deze manier krijgt. Daarnaast kan je het elke keer natuurlijk weer heel leuk vervangen door een paar bloemetjes weer toe te voegen als deze zijn uitgebloeid. De orchidee blijft natuurlijk wat langer mooi. Dus ja, daar kan je er extra lang van genieten. Hè? Superleuk, een mooi apart stuk. Daarnaast kan je natuurlijk in de dop lampjes toevoegen, waardoor je een heel apart effect krijgt als je het lampje dan bijvoorbeeld 's avonds aandoet. Dan krijg je een heel mooi sfeervol bloemstuk. Wil je dit pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, dan vind je het onderkopje cursuspakketten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!